to make money fast. Only got time for dough and no laughs. De Renault Mégane Estate, of zoals die veel passender in een aantal andere landen wordt genoemd, de Grand Tour. Een auto die we op de Nederlandse wegen maar al te vaak zien, heel simpel, omdat dit model in 2012 de best verkochte auto op de Nederlandse markt was en ook nu weer in de hoogste regionen op de verkooprangwijs staat. Maar de versie die hier staat, daar is wat bijzonders mee aan de hand. We hebben hier te maken met de Mégane GT 220 die alleen als estate op de markt komt en in een beperkte oplage wordt geleverd. Geen gezever over 14% bijtelling. Dit is wat bijzonders. Deze auto slaat een brug tussen de gewone Mégane modellen en de hooggewaardeerde Mégane RS, de Renault Sport versie. Hoe doet Renault dat? Tot nu toe is er een hele opbouw van sportieve uitvoeringen van de Renault Mégane. En dat begint met de GT Line. En de GT Line ziet er feitelijk precies zo uit zoals deze auto, met wat dikkere bumpers, anders geplaatste dagrijverlichting, 17-inch wielenstandaard. Maar die versie is verkrijgbaar met alle motorvarianten die de Mégane zo ongeveer kent. Daarnaast hebben we de Mégane GT. Die is nog een stukje stugger afgestemd, heeft 18-inch wielen en is alleen verkrijgbaar met de meest krachtige motoren uit de Mégane race. En dat is onder andere de 2-liter turbo die tot nu toe 190 pk leverde. Dan maken we in één keer een stap naar de Mégane RS. Ook een 2-liter turbo, maar met 265 pk. Nou, daar past deze GT 220 prachtig tussen. Met, zoals het getal al aangeeft, een vermogen van 220 pk. Uit diezelfde 2-liter turbomotor. En ook een koppel dat ten opzichte van de 190 pk versie is gestegen van 300 naar 340 Nm. Haalt die Mégane GT 220 dan het niveau van de RS? Nee, natuurlijk niet, want die auto moet op een voetstuk blijven staan. Maar met een acceleratiecijfer van 0 tot 100 in 7,4 seconden en een topsnelheid van 240 km per uur zit hij er wel behoorlijk dicht tegenaan. Als we kijken naar de prestaties van een Mégane Renault Sport SRS versie, dan biedt deze GT 220 wel net een niveau eronder. Maar tegelijkertijd, omdat het een estate is, biedt hij natuurlijk wel alle functionaliteit. En dat betekent dat de huisvader die en zijn gezin wil meenemen, maar tegelijkertijd ook lekker sportief wil rijden, met deze auto prima wordt bediend. Want de Mégane is nog steeds, als er steeds, een van de grootste stationwagens in het middenklasse segment. En daarvan profiteert ook deze GT 220. Als er GT op een Renault staat, dan is Renault Sport daar duidelijk mee bezig geweest. En dat is ook goed te merken aan het onderstel van deze auto. Er zijn gradaties in stugheid van onderstel. Een coupé in de Mégane serie bijvoorbeeld is stugger geveerd dan een vijfdeurs of een estate. Nou, dan wordt die coupé afstemming voor die GT modellen als basis genomen. Dat begint dan met die GT Line. Dan is de gewone GT weer een stukje stugger en de RS is het maximale op dat vlak. Het stugge is in deze GT 220 goed te merken. De auto leest als het ware het wegdek en dat wordt duidelijk aan de inzittenden doorgegeven. Gelukkig op snelwegritten niet overdreven. De 18-inch wielen zijn daar onder andere ook debet aan. De band is wat lager, dus er komt daar ook minder comfort uit. Toch zal de gemiddelde koper die specifiek voor deze auto kiest daar alleen maar blij om zijn. Want er zijn niet zoveel familieauto's die deze mate aan sportiviteit bieden. Dus wat dat betreft is die Mégane GT 220 een toppertje.